Heb jij al een keer een basiscursus SketchUp gevolgd? En dat kan zijn een jaar geleden of een paar jaar geleden. En je werkt wel lekker, maar toch zijn er dingen ingeslopen dat je denkt: ik ben er nog niet helemaal. Ik wil graag een dagje gewoon een verhelderende cursus hebben. Daarom hebben we de SketchUp Booster Cursus. In deze SketchUp Booster Cursus leer ik je hoe je goed omgaat met structuur. Daar hebben we wat voorbeelden bij. Dus je maakt uh, goede groepen, je maakt goede componenten, je ziet ze goed terug in de Outliner. En op basis daarvan kan je goede scènes maken. Dus, dus verschillende uh, knoppen in de knoppenbalk, waardoor je uh, goede aanzichten kunt maken, inclusief eventuele doorsneden. En ik leer je om te gaan met de tag tool, de nieuwe tag tool van SketchUp 2022. En uiteraard is er alle ruimte ook voor je eigen vragen. Deze training doen we in Amersfoort. Dus je bent van harte welkom in Amersfoort. Van 10 tot 4. We hebben hem inclusief lunch en um, inclusief naslagwerk en inclusief eventuele video's die voortvloeien uit de vragen die je hebt. Dus wil je. Beter met SketchUp aan de slag? Heb je al een keer een cursus gevolgd en denk je, gut, er mag wel wat opgefrist worden? Kom dan naar onze boostercursus. Bekijk eventjes de aankomende data. Heb je vragen? Schroom dan niet om even te bellen of een mail te sturen. We komen heel graag uh, daarop terug. En uh, we zien je graag in ons trainingslokaal Centrum in Amersfoort. Mocht je in Eindhoven zitten en je zit toch met een paar mensen en je Oh, mag het hier ook? Bel ons even. Kunnen we wellicht daar ook nog een datum in plannen. Dankjewel voor het kijken en uh, heel graag tot ziens. Doeg.